Het Nationaal Leger heeft recent ondersteuning verleend in het transporteren van meubilair voor 2 scholen in Brokopondo. Onder supervisie van het ministerie van Defensie heeft het bureau civiel-militaire relaties, CIMIR, samen met het commissariaat van Brokopondo, het meubilair getransporteerd naar Afobaka. Daar zijn de spullen in boten geladen en verder vervoerd naar de OS Lebidoti en Dependance Baku in het bestuursresort Sarakreek. Het meubilair is afkomstig van een donatie aan het commissariaat. Met civiel-militaire relaties wil het ministerie van Defensie ondersteuning bieden aan en een partner zijn in het sociaal programma van de regering, evenals aan rechtspersonen en maatschappelijke organisaties.